Als je het hebt over een toeristisch gebied, dan denk je aan plaatsen met heel veel activiteiten en heel veel bijzondere gebouwen. Nou, dit is de deelgemeente Alexander. Nee, ik denk niet dat hier echt touringcars met toeristen naartoe zullen vervoerd worden. En dat verwacht ik niet. Nee. Ik zou het niet weten wat hier aan toerisme... Nee. Ja, toch is het wel degelijk zo. We hebben hier zomers met mooi weer. Er zijn hier al een paar duizend mensen die gebruik maken van de boulevard en het strand. Het aanwijzen als toeristisch gebied is echter wel een middel om de winkelopeningstijden te verruimen. En dat is nou eenmaal zo in de winkeltijden werd geregeld. Dat je een toeristisch gebied moet zijn om op zondag open te kunnen gaan. Nou, dat wordt nu gebruikt. Dat is een maas in de wet, zou ik maar zeggen. Een van de oorzaken waarom de hele deelgemeente nu als toeristisch gebied aangewezen gaat worden, is deze winkel. U zit net buiten het gebied van het Alexandrium en dat betekende dat u niet open mocht? Ja, dat klopt. Wij vielen er net buiten. En ja, we hebben ook gezegd van ja, wij zien op zondag toch onze klanten daar naartoe gaan. En ja, dat is best frustrerend. Dus vandaar dat wij ook met een advocaat zeker heel veel hulp hebben gehad om dit toch te bewerkstelligen. Dus we zijn heel blij mee. Wat vindt u ervan dat ergens een stempel toeristische trekpleister op geplakt wordt alleen maar om winkels open te houden? Ook die winkeliers die willen waarschijnlijk meer klanten trekken. Ja, en dan maken ze er een toeristische trekpleister van. Maar of het ook echt zal werken, dat vraag ik me echt af. Nou, kunt u hier nog lekker parkeren, maar als dit toeristisch gebied wordt met al die toeristen die gaan komen, dan wordt het denk ik wel moeilijk, hè? Nou, ik denk dat je heel weinig toeristen ziet hier op dit gebied. Dus.